Kevin Costner zat eens achter het grote succes van de western Dances with Wolves. En dat deed hij als producer, maar ook als acteur. En nu probeerde hij zijn succes te evenaren met de nieuwe film Horizon, an American Saga Chapter 1. En eigenlijk is dat een soort van niet gelukt en daar is hij ontzettend veel geld mee kwijtgeraakt. Dit is mijn review van Horizon, an American Saga Chapter 1. The slaves take revenge against an emperor. This prophecy is how they enslave us! You still are the emperor. De hoofdrol is voor Kevin Costner zelf, die ook meteen de director is van de film. Hij speelt een grote rol als de vader van Clark Kent in Batman vs. Superman Dawn of Justice. En hij speelt dus natuurlijk in Dances with Wolves. Andere grote rollen zijn voor Sienna Miller, maar daar heb ik nog nooit films mee gezien. En voor Sam Worthington, die we kunnen kennen als Jake Sully in Avatar. Die we kunnen kennen uit Lift en ook uit Hacksaw Ridge. De speelduur van de film die past ook wel bij een western. De film duurde namelijk meer dan 3 uur. Door het grote publiek is de film een soort van wisselend ontvangen. Hij haalde een 6,8 op IMDb, wat best wel weer hoog is. Maar een 48% score op Rotten Tomatoes, wat gewoon echt heel erg tegenvalt. Het grootste probleem van de film is denk ik dat ze het universum te groot proberen aan te pakken. Er lopen volgens mij echt 4 of 5 verhaallijnen door elkaar. De eerste verhaallijn is van een groep Amerikaanse soldaten die een soort outpost aan het bewaken is tegen Indianen. You and I are standing guard in one of the last great open spaces. De tweede verhaallijn die volgt een groep kolonisten die met huifkarren door de hele lengte van Amerika reist. It's gonna stop those wagons coming. Little as they're wanted. De derde verhaallijn volgt een groep mensen die wonen in een dorp wat wordt aangevallen door Indianen en eigenlijk volledig wordt verwoest. Nog een andere verhaallijn gaat over een prostituee die probeert het dorp waar ze woont te ontkomen. En die probeert daarom mee te gaan met het karakter wat gespeeld wordt door Kevin Costner zelf. I'd just like to have a drink tonight with someone who knows how to act. Weer een andere verhaallijn ging over een groep mannen die probeert een moord van een vrouw op een andere man te wreken. En die komen daarom in het stadje de acteur van Kevin Costner zeg maar tegen. The man I met was on his way to kill everyone in that house. He might as well have been walking up to get the mail for all that bothered him. En al die verhaallijnen die spelen zich door elkaar af. Dus er wordt constant gewisseld van perspectief naar perspectief. En dat is aan de ene kant heel verwarrend. En aan de andere kant zorgt het er ook voor dat je het verhaal niet helemaal kan volgen. Omdat het is het eerste deel in een trilogie. En ik heb nu al geen idee meer waar elk van mijn karakters is geëindigd, omdat het gewoon te veel was. Kevin Costner zelf claimt dat niemand van de film houdt, omdat niemand meer naar echte bioscoopfilms wil gaan. Maar ik denk dat de grote reden dat dit geen groot succes is, is omdat het te veel verhalen tegelijk vertelt. En ook een beetje de vraag stelt, waarom moet dit verhaal verteld worden? Waarom moet ik dit kijken? Daar kom ik ook niet volledig uit. Het heeft niet per se hele nieuwe invalshoeken. Het grote verschil tussen een film zoals Horizon, an American Saga Chapter 1 en Dances with Wolves is dat het gewoon niet kiest voor één hoofdpersonage. En het kiezen voor één hoofdpersonage zorgt vaak en voor een kortere speelduur en voor een verhaal wat overzichtelijker is en wat je gewoon meer pakt. Dit is ook bijvoorbeeld de fout die de Lord of the Rings serie The Rings of Power op dit moment aan het maken is. Toch was het gewoon best wel een epische film. Alles wat je ziet is wel gewoon echt heel cinematografisch goed gemaakt. En dat vind ik echt gewoon één groot pluspunt aan de hele film. Ik geef de film zelf een 6,5. En daarmee komt de film te staan op plek 48 van de 129 films die ik in mijn lijst heb staan. Met zo'n score komt de film gelijk te staan aan de film Kingdom of the Planet of the Apes. En ook aan Rebel Moon Part 2 The Scargiver. En aangezien ik nu wel genoeg heb verteld over de film, gaan we verder met de top 10. En omdat ik iedere week vertel over de top 10 laatste films die ik afgelopen tijd in de bioscoop heb gezien, gaat de film die ik het langst geleden heb gezien uit de top 10. Dat is in dit geval Godzilla X Kong The New Empire uit de 28ste aflevering. En dan komt Horizon An American Saga Chapter 1 in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Staat met een 2,2 de film Challengers. It wasn't even like tennis, it was an entirely different game. Op 9 staat The End We Start From. Where are you going to go? Home.
going home. Op 8 staat Civil War. I'm guess aware there's like a pretty huge civil war going on all across America. Op 7 staat Furiosa, a Mad Max saga. To get home, Furiosa fought the world. Op 6 staat The Fall Guy. You are literally the last person on earth I want to see. Op 5 staat de film van vorige week, Bad Boys Ride or Die. He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. Op 4 staat Kingdom of the Planet of the Apes. Are you familiar with the concept of evolution? Op 3 staat met een 6,5 de film van deze week, Horizon, an American Saga, Chapter 1. Looks like we got ourselves a bad man right here. Op 2 staat The Mars King's Daughter. We can still all be a family. En op 1 staat met een 7 de film Hitman. No, I don't buy it. What? You're not a hitman. En aangezien ik jullie ook graag nog wat wil vertellen over de afgelopen 10 series die ik zelf thuis heb gekeken, komt die top 10 nu. Op 10 staat X-Men 97, seizoen 1. Everything he fought for now belongs to me. Op 9 staat The Bad Batch, seizoen 2. This is the top team. The rogue clones on the run from the Empire. Op 8 staat met een 6 het eerste seizoen van Black Lightning. Black Lightning gaat over Jefferson Pierce, die vroeger een superheld was en nu terugkomt uit zijn retirement om opnieuw tegen de crime te vechten. What were they saying? That he's back. Is he? Op 7 staat The Punisher, seizoen 2. I dreamed about The Punisher every night. Op 6 staat The Acolyte, seizoen 1. What happened? I sensed darkness. Op 5 staat het tweede seizoen van Afterlife. Be strong. Everybody's struggling. It's not always their fault. The last thing you should do is drink alone. Op 4 staat met een 7,6 het tweede seizoen van The Flash, waarin The Flash het opneemt tegen de daadwerkelijke fastest man alive, namelijk Zoom. En dat was weer een fantastisch seizoen. Heroes die. Only if you can catch them. Op 3 staat Legends of Tomorrow, seizoen 1. Of all the people who ever lived, I chose you 8. Op 2 staat Legends of Tomorrow, seizoen 2. Relax, Captain. We got this. En op 1 staat nog steeds The Flash, seizoen 1. I've spent my whole life searching for the impossible. Never imagining that I would become the impossible. Dan wil ik jullie graag heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het hebben over Fly Me to the Moon met Scarlett Johansson. Ik hoop dat jullie er dan weer bij zijn en die video ook gaan kijken. Laat me zeker weten als je die film al in de bioscoop hebt gezien en wat je ervan vond. Ik ben heel erg benieuwd. En dan zie ik jullie volgende week opnieuw. Tot ziens, tot later.